Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplazen.nl. Vandaag is het een beetje een wisselende dag. Vanuit het oosten drijven wolkenvelden over het land. In het westen schijnt wat vaker de zon. In de loop van de dag zien we dat de zon steeds vaker gaat doorbreken. Er trekken vandaag ook nog een aantal buien over het land. In de loop van de middag en vanavond dan wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. Het wordt niet warmer dan 18 tot 20 graden en er waait een behoorlijk stevige wind uit het noordwesten tot noorden, matig boven land aan zee, vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Ook vanavond dus nog wel kans op een enkele bui in het binnenland, maar geleidelijk aan wordt het steeds vaker droog en komen er ook meer opklaringen vanuit het noordwesten. Morgen is het in eerste instantie droog en behoorlijk zonnig. En dan wordt het 20 tot 23 graden bij een afnemende wind uit westelijke richting. Maar in de avond raakt het weer bewolkt en volgt er ook weer regen vanuit het zuidwesten. Op donderdag en vrijdag trekken een paar buien over het land. Ik denk dat de kustgebieden de beste papieren hebben. Daar ook wat meer zonneschijn in het binnenland, wat meer wolken. Een stevige westelijke wind en daarbij wordt het hoog uit 19 of 20 graden. Op zaterdag wat minder buien en dan een graad of 21. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl